allemaal, ik ben Marit Hilarius. Ik ben een student en fotografe en ik fotografeer van alles en ik geef workshops. En jullie kennen mij misschien wel van een andere PhotoFX Academy cursus, namelijk Photoshop voor gevorderden. Maar dit gaat een hele andere cursus worden. Ik ga me hierbij namelijk richten op de fotografie en voor beginners. Dus ben jij een beginnende fotograaf of wil je gaan beginnen met fotografie, maar weet je nog niet zo goed hoe het allemaal werkt? Ben je een fotograaf die al wat langer bezig is, maar je wil gewoon iets meer weten over de instellingen? Loop je vast bij de automatische stand? Dan is deze videocursus echt wat voor jou, want daar ga ik je allemaal mee helpen. We gaan verschillende onderwerpen behandelen. Ik begin gewoon bij het begin. De camera's, de objectieven, wat past bij jou, wat heb je nodig, wat werkt voor jou. En daarna gaan we door naar de instellingen, dus het diafragma, ISO-waarde, sluitertijd, belichtingsdriehoek, hoe werken deze waarden allemaal samen met elkaar. En ik ga ervoor zorgen dat jij hierna nooit meer op de automatische stand hoeft te fotograferen. En daarna gaan we ook nog kijken naar bijvoorbeeld witbalans, het verschil tussen RAW en JPEG, scherpstellen, hoe maak je nou echt een scherpe foto en welke accessoires zou jij allemaal nog nodig kunnen hebben in de toekomst. Dus leuke video's, bordenvol hele leuke tips en ik hoop dat als je deze video's gaat kijken, dat je na deze video's nooit meer in de automatische stand hoeft te fotograferen en je lekker aan de slag kunt gaan. Veel plezier met kijken!